vertellen jullie het verhaal over Karel V, zijn zoon Philips II en zijn vriend Willem van Oranje. Toen Europa nog niet bestond en toen de landsgrenzen heel anders lagen dan nu. Toen er Nederlanden nog gewesten waren en de stadshouders daar de baas over waren. Toen was Karel V een machtig leider over wat we nu Europa noemen. Zijn koninkrijk was groot. Maar ja, hij werd ook een dagje ouder. En naarmate hij ouder werd, voelde hij zijn kracht afnemen. Hij wist dat het tijd was om zijn macht over te dragen. Willem, beste vriend, fijn dat je er bent. Je wilde dat ik onmiddellijk kwam, Karel. Waarom? Ik moest je spreken. Het is heel persoonlijk. Vertel. Ik heb een besluit genomen. Ik ga weg. Weg? Wat bedoel je weg? Ik wil weg uit dit moeilijke, woelige leven. Ik wil stilte en rust om mij heen. Ik ben te oud en te zwak. Ik kan het niet meer aan. Maar Karel, je bent een krachtig en machtig mens. Wat nou oud en zwak? Heb je onderweg de ketters gezien? Heb je gezien hoe ze tekeer gaan? Men verzet zich tegen de kerk en onze rijkdommen. Moet je kijken? Kijk dan! Gooi ze op de brandstapel of hang ze op. Hang ze op, verdomde ketters. Laat me los! Los! Laat ik je poten van mijn man af! Ga weg, mensen, voor het keizer in de zin. Ik wil mijn man! Vuilakken, jullie hebben mijn zoon vermoord. Stel ik je moordenaars. Branden zullen jullie. Sterven zullen jullie in de ellendige hel. Willem, ik ga afstand doen van de troon. Wat zeg je? Ik ga naar Spanje. Daar zal ik leven als een heilig man tussen de vrome monniken. Dan ben ik dichter bij de hemel en dus dichter bij God. Gij, Karel V, de keizer van Duitsland, heer der Nederlanden, aftreden? Ja, Willem. Ik heb veel oorlogen gevoerd en ik heb er veel gewonnen. Ik heb veel macht gekend, maar nu ben ik oud en zwak. Haal dat gepeupel hier weg. Ik duld geen ketters aan mijn hof. Gooi ze in het gevangen. Maar wie moet er dan keizer worden? Mijn zoon, Philips. Philips zal een goede leider zijn. Maar Karel, dat meen je toch niet serieus? Philips is een harde werker, een perfectionist. Maar hij kan niet vechten, hij kan niet leren, hij kan niet eens paard rijden. Hoe moet Philips nou... Sst! Mijn besluit staat vast. Philips zal de ketters in ons rijk te lijf gaan. Hij zal ze uitroeien. Nog erger dan jij, mijn God. Hebben mensen dan geen recht op een eigen geloof, een eigen mening, een eigen geweten? En zo gebeurde het. Koningswil is wet natuurlijk. Dus enige weken later nam Karel V de afstand van zijn troon. Mijn zoon, ik geef je mijn zegen. Voortaan zul jij regeren over de Nederlanden en het Duitse Rijk. Maar vader... Sst! Mijn zoon, ik kroon je tot keizer. En maak in godsnaam een einde aan de ketterij in ons land. Alsjeblieft. Ik weet niet of ik uw wens kan vervullen. Dit is geen wens, dommerd. Dit is een bevel. Mijn zoon, ik kroon je tot keizer in de naam van de Heilige Geest. In de voetsporen van mijn vader zou ik treden. Ik zal dit volk regeren met vaste hand. Dat beloof ik u. En Philips kwam dus aan de macht. En hoe? Hij duldde geen anders gelovigen. Het volk moest katholiek zijn. De mensen die niet katholiek wilden zijn, kwamen in opstand. Logisch natuurlijk. En ze kregen een grondige hekel aan hun keizer. Hey Philips! Slap je aan zo'n keizer? Witte dode pier! Ik vind hem maar een sukkel van een keizer. En er kan geen lachje vanaf. Hij is een watje. Nou, helemaal niet sexy. Inderdaad, er kan geen grijntje vrolijkheid bij hem af. Wat hebben we nou aan die keizer? Hij is niet eens slim. Nee, en sterk ook al niet. Slappe hap. Nou, doe dat maar slappe hap. Hij heeft wel mijn zoon opgehangen. En wat dacht je van mijn man? En mijn zoon? Ze zijn gelinched. De keizer is een vuile moordenaar. Sst, ga jij nog aan de beurt? Ach, wat maakt het nog uit? Waar zou ik nog voor leven? Mijn vrouw heeft jarenlang brood voor hem gebakken. En mijn vader heeft jarenlang zijn paarden verzorgd. Maar hij ziet ons als ketters. Ketters die moeten worden uitgeroeid. En dat noemt zich een keizer. Maar hij krijgt ons niet klein. Hij krijgt ons niet klein. Schaf uit dat hij is! Weg ermee! Kom mee. De mensen waren dus niet zo blij met Philips. Sterker nog, ze haatten hem. Maar Philips zelf had ook een afkeer van zijn volk. Hij wilde het liefst niets met de Nederlanden te maken hebben. Daarom besloot hij om in Spanje te gaan wonen.
en gaf hij zijn halfzusje Margaretha van Parma voorlopig de leiding. Ik ben het zat. Ik ga naar Spanje. Ik voel me hier niet thuis. Ik hou niet van dit volk en dit volk houdt ook niet van mij. En die verdomde ketters, ik ben veel te slap om ze aan te pakken. Margaretha! Je vader wordt zo gewaarschuwd. Het is niets voor jou om keizer te zijn. Margaretha! Ik hou niet van je volk. Margaretha! Hey, dag lief halfmoordje van hem. Riep je mij? Ja, waar bleef je nou? Ik heb iets belangrijks te melden. Ik ga even door. Ik ga naar Spanje. Ook al naar Spanje? En wat moet er dan met het land? Je hebt verantwoordelijkheden hoor. Hou toch je kwek. Ik draag mijn verantwoordelijkheden over jou. Mij? Ja, jij wordt de voogdes van het land. Je bent zo mannelijk en zo groot. Jongen, wat een compliment. Ga naar Brussel, regeer het land. Ik zal 1000 Spaanse soldaten achterlaten om je bij te staan. Wat ben je, lief zusje? En jij, Willem? Jij bent als stadshouder steun en toeverlaat van Margaretha. Wees goed voor haar. Ja, daar staat Willem dan met zijn handen in het haar. Hij weet dat de onrust in het land groot is. Er is armoede, ziekte en er zijn geloofsopstanden. En alles wordt met de harde hand afgeslagen. Wat is er gebeurd? Ze is gestorven van de honger. Zo kan het niet langer. We moeten naar Margaretha van Parma toe. Dat zullen we doen. Een groepje edelmannen ziet dat het volk ongelukkig wordt en boos. Wat zeg ik? Boos, woedend, furieus is het volk. En daarom schrijven de edelmannen een smeekschrift. Ik vind dat we iets moeten doen. Wat moeten we dan doen? Ik vind dat we een brief moeten schrijven. Een brief? Voor wie? Naar Margaretha van Parma, om een smeekschrift aan te bieden. Een smeekschrift? Wat moet er dan precies in staan? Ik dacht eigenlijk, laat in godsnaam toch de mensen geloven wat ze willen geloven. Ik begrijp dat het zo niet langer kan. De armoede in ons land neemt toe. Ziektes als de pest breken uit. Er is geen geld meer in ons land, terwijl de kerken volstaan met dure, goudbeslagen reliquieën. Het steekt uw volk dat de rijkdommen van de katholieke kerk meer toenemen, terwijl er voor het gewone volk niet eens voedsel meer is. Het begrip voor uw volk dat ijverig is. Het begrip voor de vrouwen die achterblijven nadat hun mannen zijn gepijnigd, tot ze er dood bij neervielen. Het begrip voor hun kinderen die ook alleen zijn achtergebleven. En als laatste, ontsla de mannen uit het gevang. Ik wil je best helpen hoor, Margaretha. Maar ik kan het niet goed vinden dat een keizer heerst over het geweten van zijn volk. Het volk moet er iets van vrijheid hebben. Gewetensvrijheid. Hoe durft u zo te spreken en zich te verzetten tegen de keizer? Begrijpt u het dan niet? Het volk vraagt om medelijden, om begrip, om compassie. Gaat u ze dat weigeren? Nee, natuurlijk niet. Maar erg vrolijk word ik er ook niet van. Broertje Philips heeft de keierlat genomen en mij met een hoop werk opgezadeld. Kom, we zullen naar Brussel afreizen. Span de paarden voor de wagens! Ze bestormen de kerken, ze bestormen de kerken. Alles is kort en klein geslagen door de protestanten. Dat kan niet waar zijn. Geen beeld is meer overeind gebleven. Verrader, Oranje hult met de ketters. Philips zou woest zijn, dit wordt oorlog. Tja, en toen brak de pleuris uit natuurlijk. Overal in het land werden beelden kapotgeslagen. Het was vreselijk. Alle kunstwerken werden kort en klein geslagen. De mensen plunderden de kerken en staken kunstwerken in brand. Later noemde men dit drama de geschiedenis de beeldenstorm. En Philips was inderdaad woedend. Hij liet het er niet bij zitten. Hij stuurde zijn generaal Alva met 10.000 Spaanse soldaten naar de Nederlanders om de ketters neer te slaan. En Willem van Oranje wist dat hij zijn leven niet meer veilig was, want 2 goede vrienden van hem werden onthoofd. Anna! Anna! Oh, daar ben je, Anna. Anna, kom. We moeten nu weg. We moeten echt weg. Waarheen? Naar Dillenburg. Het wordt hier veel te gevaarlijk. Waar is ons kind? Waar... Kleine Anna, kom! Maar ik moet nog alles pakken, hè? Wat is er, mama? We moeten hier weg. Het is gevaarlijk. Kom maar. Wil jij nu je kleren gaan pakken? En je mag 1 knuffel meenemen.
Ga maar snel. Willem van Oranje vlucht naar Duitsland. En daar bereidt hij zich voor op een tegenaanval. Ja, want door Alva zijn de Nederlanden onder Spaans gezag gekomen. En dat was helemaal tegen de wil van het volk. Vandaar dat Willem een plan ging maken. Hij wilde de Nederlanden weer terugwinnen. Kom verder, Willem. Wat is er? Je kijkt zo bedrukt. Anna, ik heb een besluit genomen. Ja? Ja. Ik moet terug. Wat bedoel je? Ik moet terug naar Nederlanden. Wat? Maar het is daar oorlog. Er wordt gevochten. Je twee beste vrienden zijn er vermoord. Het is daar niet veilig. Wat wil je gaan doen? Ik moet gaan helpen. En wij dan? Ik, je vrouw en de kinderen? Wat moet er met ons? Nou, zeg op. Ik weet het niet. Jij idioot. Ga maar weg jij. Ga maar snel. Maar wij gaan niet mee, zeg je. Wij gaan niet mee naar dat stomme kikkerlandje. Anna, doe maar niet. Nee, hou je soms niet meer van me. Is dat het? Nee, dat... Jawel. Oh, ga maar weg jij. Ga maar snel. Jaag jezelf maar de dood in. Ga weg. Ik haat je. Ik haat je. Ga weg. Robbie, mama, mama, wat is er? Papa komt niet meer terug. Op een dag gaat Willem van Oranje met zijn vrouw en kinderen aan het Prinshof in Delft wonen. Van daaruit leidt hij de opstand tegen de Spanjaarden. Steeds meer katholieken sluiten zich bij hem aan. En Philips is nog steeds woedend op Willem van Oranje en besluit hem in de ban te doen. Oh, ik kan zijn bloed wel drinken. Die Willem wordt veel te populair. Ik zal hem doden. Hij moet in de ban. Hij moet weg. Wie Willem van Oranje doodt, zal beloond worden met 25.000 kronen. Zo erg haatte Philips Willem van Oranje dus. Hij kon zijn bloed wel drinken. Daarom liet hij door het hele land plakaten ophangen. Ik zet een bedrag op dat hoofd van Willem van Oranje. Namelijk 25.000 kronen. Hang dit op. Plaats het overal. Laat hem vermoorden. Goedendag. Ik heb brieven voor zijn hoogheid Willem van Oranje. Mag ik misschien binnenkomen? Natuurlijk, kom. Mijn heer, ik heb een paspoort nodig voor mijn reis naar Spanje. Maar zeker, meneer Guillon. Kom zo even terug, dan geef ik u een paspoort. Zal ik doen. Ik zou me niet vertrouwen, Willem. Straks jaagt hij de dood nog in. De dood vrees ik niet. Ik zal vechten voor de vrijheid van mijn volk. En daarvoor zal ik sterven. En toch, ik zeg het je, hij is niet te vertrouwen. Kom op, schatje. Het is François Guillon. Hij is een vroom man en een goede boodschapper. Ach, jouw vertrouwen in mensen is grenzeloos. En daarom, hou ik zoveel van je. Kom, laten we de tuin in gaan. Het is een prachtige dag. Meneer, kom op. Je bent er nog. Ik heb wel verwonnen. Wie kan dat koppige volk nog helpen nu hij er niet meer is?
Ha.